Sorry. Allemaal met plannen, met dromen. Maar meestal loopt het anders. En dan kan je ermee stoppen. Of je kan gaan klagen. Of je kan gaan janken als een kleine meid. Maar het verandert allemaal niks. In India sprak ik ooit een wijze, ja, man. En die zei dat het plan jou verandert. En als je sterk bent, jij misschien ook het plan. En de rest is alleen geluk. Zo zag hij het. Ik heb nooit helemaal begrepen wat het betekent. Mijn vader zei altijd dat als je het alleen op het geluk aan laat komen, er maar één ding is dat je zeker weet, welke kant het ook opvalt, het valt ook altijd weer de andere kant op. Maar ja, het zijn allemaal maar theorieën natuurlijk. De praktijk is... Zet in de auto, dus ach, kom even kijken, ik raad het toch langs. Wilde nacht, hè? Is het pakje nacht gedaan? Nee. Het is er precies gebeurd. Het is met drugs, hoor. Ja, overval op een wiethok. Dat of iemand dat de sleutels vergeet, als je begrijpt wat ik bedoel. Hm? Is er nergens koffie of zo? Even kijken. Zijn er? Huh? Nee, ik neem het dan mee. Ik ga nu toch naar het bureau, dus, kleine moeite. Nee, dat hoeft niet. Houden we dat gelijk.
garage. Ja, Gerrit. Ben je zuur? Ben ik zuur? Ja. Ik zeg aan de telefoon dat ik zo snel mogelijk moet afspreken. Ik sta hier godverdomme 3 kwartier te wachten. Ja, kom op nou, man. Nee, zeg dan ook niet dat je hier binnen 10 minuten kan zijn. Ja, ik heb ook nog andere dingen te doen, hè, Ronald? Zie je dat? Papiertje? Ik ben daar naar binnen gelopen, ja? Ik ben daar eerst helemaal naartoe gelopen. Toen ben ik daar naar binnen gegaan. Toen heb ik een broodje besteld. Dat broodje heb ik lopend opgegeten. Toen kwam ik hier. Toen was je hier nog steeds niet. Toen ben ik hier tegenaan gestaan. Toen heb ik uit woede dat papiertje daar op de grond gegooid. Toen ben ik weer teruggelopen. Weer naar binnen gegaan en heb ik een bakje koffie besteld. Dit bakje koffie. Dat is hier allemaal gebeurd toen jij niet was, Gerrit. Ja. Ik was even bezig, hey. Ja, en het liep eventjes uit. Nou, zeg. Ik ga er verder ook helemaal geen punt van maken. Nee. Maar ik vind het niet. Het is gewoon onbeheerst gedrag. Ja, oké. Hier, de rest komt vanavond. Hey Ronald, heb je eventjes? Ik ben even heel druk, Henk. Oh, heb jij die 25 euro voor dat afscheidscadeau van Peter al betaald? Mijn Excel ziet zich namelijk verniet. Is dat zo? Oh, volgens mij heb ik dat al betaald. Hoor. Nou, ik weet vrij zeker van niet. Echt niet? Zeker niet dus. Je bent de enige die nog niet betaald heeft. Op Dirk-Jan na dan. Ja, aangezien die overspannen is en zo. Dirk-Jan na, oké. Okay. Nou, ik heb het nu niet bij me, dus ik ga zo wel even binnen. Ja, straks. Eind van de middag. Fijn. Nee, waarschijnlijk 2 mannen. Zonder wat mij te over. Kobi, mag ik even? 4-14'tje. Jij gaat rijden toch, zo? Zou jij dit mee kunnen nemen? Het is al allemaal... Lange nacht gehad, zie ik. Nou, valt wel maar. Lallen. Oh. Zou je die spullen mee kunnen nemen? Spullen aan Kobi meegegeven. Ja, ik sprak Kobi net en je hebt daar hash en zo toch. Ja, klopt. Hash. Ik was vanochtend ter plaatse bij een wiethok, dus toevallig roof. Dus ik kon het meteen meenemen. Oké, okay. Dus als het goed is, krijg ik nog 2 rapporten van je, toch? Klopt. Ik ben het aan het afronden. Het is over rookpauze. Nou, nee, ik wil niet zeuren hoor, maar ik heb dat rapport over die snackbar echt wel dinsdag nodig hoor. Want anders krijg ik weer gezeur. Maar goed, je bent een volwassen man, dus. Ja, nee, maar dat je het weet, hè. Dus dat er wel enige druk achter ik zit. Ik zorg dat ik het dinsdag af heb. Mooi. Of de bioscoop ontruimd is. Oh, heb jij mijn mail nog over die herentoiletten ontvangen? Ja. Je vraagt je toch af wie die wc zo smerig achterlaat, hè? Ja. Helaas, ja. Gaat het naartoe als er volwassen kerels gewoon hun troep niet achter zich kunnen opruimen? Ja. En nu ook na al die koffie. Er zijn zoveel mensen over die pot heen gegaan. En dan heb je toch
Heb je toch gewoon het lef om het netjes achter te laten, of niet? Ja, je weet niet wat mensen doen als niemand kijkt. Ja. Verder alles goed? Ja. Ja? Ja, met mij ook. Beetje chaotisch, hè? Nu ik wat anders ga doen. Maar... Ja, snap ik. Dus, Ja. Oh. Lin. Troep, welke troep? We zaten hier gewoon binnen te wachten toen Simon thuis kwam. Toen hebben ze al het speelgoed kapot geslagen. Deuken in het dressoir. Ja. Ja, is inderdaad echt een hele kwalijke zonde ook van die mooie oude lambrisering. Gelukkig is Simon ongedeerd. Ja. Dat is het belangrijkste. En heb je tegen Simon gezegd dat papa dit gaat krijgen? Wat ga je hier aan doen, Ronald? Wie of wat is die hou? Ik ga even zitten. Hoezo? Ik ga in ieder geval praten met de verantwoordelijke en ervoor zorgen dat ze jullie niet meer lastig vallen. Gelukkig, ik voel me al een stuk veiliger. Ik had het over Linda en Simon. Dit is allemaal niet conform de afspraak die ik heb met die... Afspraak? Het is gewoon een schuld. Je hebt geld geleend, dat heet een schuld. Ja, maar volgens een afspraak die ik heb met de hiervoor verantwoordelijke Chinese... Maar ik ga het regelen, oké? Je zit gewoon weer het slachtoffer uit te hangen. Je doet niks en daarom gaat het de hele tijd fout. Laten we proberen rustig te blijven. Ja, stel mij maar gerust dan. Heb jij al die tijd geld opzij gezet voor noodgevallen, dat je dit nu gewoon in één keer kan afbetalen? Ik ga dit afbetalen. Het lijkt allemaal erger dan het is. Maar over een week lachen we hier om, jongens. We zijn bezig met een belangrijke zaak. Weet je wat jij zou moeten doen? Mijn boek lezen. Ja, bedankt voor je wijze raad, Lars. Was ik even helemaal vergeten dat jij alles weet. Hou op. Hey, ik hou je op de hoogte. Nou, we gaan hoe dan ook aangifte doen. Dat gaan we niet doen, jongens. Echt, dan wordt het alleen maar erg. Die mensen... Natuurlijk wil jij niet dat wij naar de politie gaan. Niet om... De politie die kan niks doen. Ze willen geld, Linda, geloof me. Straks gaan ze nog naar Simons school of zo. Wat verschuiven hebben wij het gedaan. Ja, precies. Dat willen we natuurlijk niet. Wat wil je dan doen? Helemaal niks? Ja, ik kan een paar dagen bij mijn moeder gaan zien. Maar dan moet ik wel heel zeker weten dat het binnen een week is opgelost, hè? Anders ga ik alsnog naar de politie. Hé, maar ik ga dit regelen. Voor Simon. En ondertussen gaan wij met Simon naar je moeder? Nou, ik ga in ieder geval met Simon bij mijn moeder zitten. Ja, Simon. Dankjewel, Ronald. Onderduiken vanwege jouw gokschulden. Lars, F1. Pokeren is geen gokken. Ja, pokeren is een prachtig spel van skills en discipline. Skills en discipline. Ja, en 2, de gebeurtenissen van vanmiddag hier, dat is allemaal heel vervelend. Maar de zaak is onder controle. Ja, ik ga het regelen, toch? 3, het is niet zo. Mina. Hey, Sim. Pap. Nou, dat was niet zo leuk vanmiddag. Ja, maar... Papa gaat het allemaal recht zetten, hoor. Nee? Oké. Die Lars, man. Hè? Tjonge. Hey, je speelgoed en zo, dat gaan we gewoon samen niet meer kopen. Oké?
Ja, gaan we het eind van de maand gaan we dat doen. Eind van de maand. Ik kom voor haal. Ik heb geen. Ik heb geen. Hoi. Hij zegt dat hij ziet dat je nog steeds al je geld aan kleren uitgeeft. Oh, nee. Nou, yes, ja. Aha. Je zit nog aan het helemaal. Kom je betalen? Daar wil ik het even over hebben, over de situatie. Hij verstaat je, hoor. Oh, oké. Okay. Wat is dit opeens allemaal? Man? Hè? Uit het niets een actie tegen mijn zoon, tegen mijn ex-vrouw? Het is onder de gordel, zij hebben hier helemaal niks mee te maken. Je hebt al meer dan een jaar schuld bij mij. Je betaalt niks. En dan hoor ik dat je elke week poker. In Noord. Voor veel geld. Niet veel geld. Als je daar geld voor kan regelen, dan kan je mijn geld ook regelen. En het is niet veel geld. Het zijn gewoon kleine beetjes. Maar je moet gewoon uit de buurt blijven van Simon. Je moet me geld geven. Het is je geld geven, niet ik geld geven. Jij doet dit, Ronald. Niet ik. Hoeveel geld? 10.000. 10.000, Ronald. Je hebt maar één week. Goed, beetje druk van alle kanten, allemaal dingen tegelijk, maar wel oké. Je bent hier nog nooit geweest, hè? Nee. Nou, let me niet te troep, hoor. Wil je wat drinken of zo? Nee. Hier, kijk eens, 3,50. Hé, nog zo even vanmiddag, hè? Was bezig met een partijtje schoenen van Dave. Ja, dat had ik al afgesproken. Kijk. Ja. Mooi, hè? Als je wil, kan ik... Nee, ik koppel je aan hetzelfde. Never change a winning team. Oké. Okay. Wat is dat? Wat? Dat is... Pedro. Hoezo? Het is gewoon een stukje gezelligheid. Pedro. Geef eens een kusje. Hey. Geef jij eens een kusje. Hey, ik had een vraag. Hè. Weet jij misschien iemand die wat geld kan lenen? Geld lenen? Leo? Ja, nee, die... Leo Kraaivanger? Ja, ik ken Leo, maar die gaat gewoon echt wel om wat meer geld, Gerrit. Zo zeggen rond de 10.000 of zo. Rond de 10.000? Waarom heb jij 10.000 nodig? Ja, waarom? Gewoon. Ik heb het gewoon even nodig. Ja, ik zit gewoon even in een lastig pakket, Gerrit. Nou ja, 10.000 is ook weer niet zo'n lastig pakket, dus. Oh, dat is wel een lastig pakket. Dat is een heel lastig pakket. En wanneer heb je het nodig? Binnen een week. Oh ja, dat is... Ja. Dat is inderdaad wel een lastig pakket, ja. Nou, het valt ook wel mee. Komt goed. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dat is het ding dus, dat is exact het ding. Zo, Ronald. Goed. Heb je al even? Ik ben even bezig. Dries, ik moet je even aan de viroog. Maar ik verzeker je dat ik het binnen 2 weken terug heb voor. Oh, in dat geval
ga ik het ook niet doen, Ronald. Ik ga geen spelletjes spelen waarvan ik van tevoren niet weet wat de spelregels zijn. En mijn geld lenen. Heb je naar buiten staan pissen? Ja, hier. We hebben hier binnen toch ook een toilet? Ja. Ja. Met Ruud. Oh, jij bent echt heel slecht te verstaan nou, zeg. Hoor je mij nog? Hallo? Hallo, ik hoor niks. Volgens mij valt... Hallo? Hallo? Zijn we klaar? Is het druk? Het is druk genoeg, ja. Wat krijgt de nummer 1 vanavond? Dat weet ik nog niet, want er zijn nog geen rebuys geweest. Ongeveer. 8, 9, 10.000? All in. Kom op, hè. Oh, die doet pijn. Ga uit naar mijn moray. Hou op. Nee, maar stringbed. Wat? Ja, jij maakt een stringbed. Wat wil je nou? Heb je niet gezien? Hij zet zijn fiches in en daarna zit hij nog een keer bij. Dit is toch een stringbed? Wat? Zijn de regels opeens veranderd? Ik heb niks gezien. Kom op nou, jongens! Stringbed is stringbed. Dan had je moeten zeggen als het ziet, joh. We hebben al 2 handelingen gehad, Ronald. Hey, rebuyen of anders gewoon lekker naar huis. Ronnie, rebuy. Ik wil nooit meer dat deze dealer aan mijn tafel zit. Waar is Ronald? Luister nou, ik vind eindelijk een goede hand. Ja. Aas 5. Nou, aas 5 is niet echt een goede hand. Is het opeens geen goede hand? Ik heb een aas. Met een 5? De kans dat iemand meegaat met een hogere aas is toch heel groot? Als je die handen had gezien die je voor krijgt, man. Nee, oké. Okay, maar waren er al 2 handelingen geweest waar je even de stringbed begon? Wat? Ja, maar... Ja, maar ja, als er al 2 handelingen zijn geweest, dan kan ik er niks meer aan doen. Ja, maar... Wat wil je nou dat ik doe, Ronald? Toch? Ja, dat is oké, ja. Maar waarom wil je helemaal daar afspreken? Oké, jij rustig aan met koffie. Ja. Anders ga je je weer raar voelen. Heb je wel normaal geluncht? Ja. Ik heb dat lekkere sausje van gisteren op je brood gedaan, hè? Raar voelen? Ja, raar voelen. En ik ben vanavond laat, hoor. Ik ben met Tanja. Oké, goed. Goed? Veel plezier. Oké, hou je haaks. Ja, dag. Frits, weet jij waar Ronald is? Nee, vandaag nog niet gezien. Weet je waar hij allemaal mee bezig is? Nou, niet zoveel volgens mij. Ja, inbraak bij die wietplantage. Ja, en in de snackbar. Ja. Volgens mij.
Ronald, dit is Bram. Is dit hoe we met elkaar omgaan? Ik koel het, Ronald. Hij weet nog niks. Ik heb nog niks verteld. Ik ben toch niet gek? Oh, wat heb je me dan gezegd? Dat je gezellig wat ging drinken met een vriend? Nee. Ja, je kan niet zomaar iedereen erbij gaan halen. Het is geen schoolreisje. Nee, dat weet ik. Ik wil dat dit een kleine ploeg blijft, ja? Dat weet ik, ja. Overzichtelijk. Ja. Als dit fout gaat, gebeuren er nare dingen, Gerrit. Hele nare dingen. Ja, jij zit in een lastig pakket, dat weet ik, ja. Als jij in mijn situatie had gezeten, had je al lang opgegeven. Ik heb erover nagedacht en ik kan dit toch niet allemaal in mijn eentje doen, Ronald. Toch? Wie is die kerel? Kunnen we hem vertrouwen? Ja. Bram is een oude zwager van me. Anders had ik hem toch niet bijgehaald. Hij is professioneel. Professioneel? Ja. Het is een goede gozer. Ja. Is een goede gozer? Ja. Gewoon zoals wij. Hij heeft geld nodig, Ronald. Ja, maar dit heeft wel consequenties voor het plan, hè, Gerrit? Ja, daarom dacht ik, moet je luisteren. Jij zei dat er minimaal 30.000 te halen viel, toch? Nou, gedeeld op 3 is ieder 10.000, hè? Dan heb jij je geld sowieso en we hebben een man extra. Snap je? Hey. Bram, dit is Ronald. Ronald, dit is Bram. Oké, sorry, even een kleine miscommunicatie. Ja, komt in de beste huwelijken voor. Ja. Laat ik wel beginnen met te zeggen dat er vanaf nu gewoon echt niemand meer bij komt. En laat het even heel duidelijk zijn. Ja, laat het gewoon een kleine, overzichtelijke ploeg. We zijn er met z'n drieën, Bram. Gerrit zegt dat jij te vertrouwen bent. Dit is het moment dat je nog weg kan gaan. Ja, helemaal hoor. Oké, heel goed. Sorry, even een koffie, want anders... concentratie. Ja? Ja. We hebben zijn achteringang naar een kantoortje daar. Daar wordt al het geld geteld. De deur staat altijd open. Er zitten twee man. Ze zijn niet gewapend. Jullie gaan naar binnen, bedreigen ze. Ja? Geen geweld. Dat is heel belangrijk. Bedreigen ze. Pakken het geld. En we zien elkaar de volgende dag in het hotel langs de A. Hoe heet het hotel? Kom. Ik zorg ervoor dat jullie weten waar het is. Dat is het. Simpel en helder. Ik zelf zal meespelen met het toernooi, zodat ik een alibi heb. En die inleg, die betaal ik zelf, et cetera. Het is jouw aandeel. Dat je meespeelt. Dat is mijn aandeel, ja. Mensen kennen me daar. Bovendien zijn er sommige mensen die weten dat ik geld nodig heb. En, hey, luister, ik initieer deze klus, ja. Ik heb dit bedacht. Ik zit gewoon even klem, financieel gezien. Ik doe dit niet voor mezelf. Ja, vraag maar aan Ger. Ja. Hey, als je het er niet mee eens bent, dan... Ik vraag het gewoon. Weet waar ik instap. Oké. Waar was ik? Volgende dag in het hotel. Ja. Verdelen we het geld op een van de kamers. Gaan we allemaal onze eigen weg. Allemaal iets rijker. Ik heb uitgerekend... dat er die dag minstens 30.000 euro moet liggen. We delen alles gewoon eerlijk door drieën. Geen scheve gezichten, geen gezeur. Ja, prima. Belangrijk, geen geweld. Geen bloed op de grond. Alleen in uiterste gevallen? Nee, nooit. Niet. Oké. Alleen dreigen. Als er geen geweld wordt gebruikt, gaan ze ook niet naar de politie. Ja. Want het pokertoernooi is nog altijd illegaal. Daar krijgen ze alleen maar problemen mee. Belastingdienst, allemaal vragen. Dat wil niemand daar. Ja, als er wat geld weg is, ja, jammer dan. Snap je? Ja, ik zou het willen. Een chocomel. Ja, dus met deze ja. Meneer. Alsjeblieft. Hebben we een rekening of hoe gaan we dit doen? Nou... Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, maar bedankt. Ik ben gewoon blij dat dit goed is. En dat Simon veilig is. Ja, hè? Zo. Heb jij een nieuwe auto?
Ja. Ik had ook nog een cadeau voor Simon. Ga ik er ook maar weer vandoor. Hey, Sim, kijk eens. Weet je nog wat ik beloofd heb? Is dat een van die... Weet je wat je moet doen als je dit bestelt? Nee. Je moet hem niet speciaals vragen. Vraag je zonder een gurk, dan krijg je geen verse. Ja. Moeten ze een hele nieuwe bak. Leier, kanker, leier. Bram, niet. Niet, geen kanker. Hou van die vogel, die papegaai. En Pedro. Parkiet, hè? Ja, Pedro. Nee, en Pedro is een nieuwe. Ja? Weet je wat ik nou zin in, hè? Neuka. Tijd geleden nog, hè? Dat gaat je niet in je koude kleren zitten, dat kan ik je wel vertellen. Nou, dat geloof ik, ja. Ja. Oké. Ja, ik heb echt zin om te neuken, man. Maar, weet je, ik heb geen zin in die hele troep ermee. He, avondje praten, drankje doen, beetje die over je alle gasten uithangen, dat gezeik. Geen zin in jou. Wil je naar de hoer? Nee. Wat denk je zelf? Hoeren? Nee, ik, geen zin in jou. Sorry hoor, Bram. Oké, nou, ik denk dat het wel duidelijk is. Ik ga je vanavond op... Paringsdans. Hij zin in die hele paringsdans. Hij wil zin om te neuken. Ja. Weet ik veel. Ronald, op de woensdag. Financiële meevallen gehad. Ja, ik vind het goed, jongen. Ja, moe en... Hoe zou Kalen? Mooie Ron zit ook mee te spelen. Ja, ik moet weten wie is. En jij wil er als Ron op. Ja, dan is het Kale Ron of Ron Ribai. Snor. Hey Bram, met Gerrit. Ik sta voor je deur. Oh. Ik bel je net op. zit alles in de tas? Honger als een kankerlijn. Nee, geen kanker nou. Kom op, Bram. Je weet dat... Wat is dat? Koffie. Waarom neem je dat mee? Blijf je nog niet op? Dave, heb je er nog een voor mij? Ja. Lekker sterk. Ja. Weet wat je speelt. Je moet de achtergronden kennen. Je moet de boeken lezen, Ronald. Ja. Nee. Nee, ik weet het. Ja, jij weet het misschien. Maar er zijn veel mensen die niet weten wat ze spelen, hoor. Geloof mij nou maar. Is ook zo, Thijs. Dat is het drama van de tegenwoordige tijd. Maar wel klagen. Alles zit me tegen. Ik kan er niks aan doen. Ja, dat is het drama van deze tijd, Thijs. Oké, we gaan beginnen. Heren, veel geluk. Kan natuurlijk niet, hè? Geluk voor iedereen. Maar niet te veel. Dat zal het zijn. Ronald. Niet.
Hallo? Mag ik een... Wat is dit nou hier? Er is helemaal niemand. Dan moet je wachten. Helemaal niemand. Zeg, dit is Noord, hè? Dit soort dingen. Een verzameling Mongolen, jongen. We gaan wel naar een snackbar ergens. Hier blijven. Ik heb heel lang niet kunnen kiezen wat ik kon eten. Nou wil ik eten wat ik wil. Oké, man. Kentucky. Jezus. Ja. Ja, ik wilde graag een Zingerburger menu en een cola en... Zingerburger menu zonder tomaat en een cola light. En een Zingerburger menu zonder tomaat en een cola light. Oh ja, en doe die andere burger ook maar zonder tomaat, ja. Was ik even vergeten. Hij is vermogen. Ja, je probeert eens wat. Komt goed. Weet je wat ik altijd doe? Als je wil weten... Ja, waar ik speel gewoon het best op mijn eigen manier. Ja, rustig maar. Op gevoel. Ja, nee, op geluk. Ja. Moet je kijken, man. Top. Die gaat dus gewoon op een woensdagavond in zijn eentje in de regen, op de fiets. Naar de Kentucky en haalt een burger. Hè? Kun je je voorstellen? Volgens mij kan je hem zo doodrijden en er mist nog helemaal niemand in. Er gebeurt er helemaal niks. Geen politie, niks, nada. Ja, niet dat ik het zou willen hoor, maar... Het is gewoon een jongen. Ja, wat? Het is gewoon een jongen. Je hoeft niet neerbuigend te doen over de kleine man. Neerbuigend? Ja. Ik zit alleen maar af te geven op een kleine man. Hey, Bram, koel het. Hey. Ik koel het. Ja, wacht maar, ik heb het gewoon over deze. Ik geef niet af op een kleine man. Ik ben zelf een kleine... Ik zou echt nooit afgeven op een kleine man. Ik zeg alleen, Amsterdam-Noord is een rare plek. Het is gewoon mijn mening. Dat is alles. Ik mag het gewoon zeggen. Kijk, het is misschien niet aardig om te zeggen, maar... Ga even pissen. Alweer? Heb je nieuwe vriendin, Ron? Nieuw vriend of zo? Mag toch wel even op mijn telefoon kijken? We zijn een tijdje het kaart, doe wat je wil. Frans, mag ik er niet bij? Jo. Ja. Olly. Hoeveel is het? Pas op, hoor. Ronnie gaat weer meespelen. Goal. Nou. Tjonge jongen, kijk dan. Man. Kom maar op met die laag. Ja, toch. Play, man. Je moet eigenlijk nooit in zo'n staapplein gaan pissen. Weet je waarom? Nou? Je pis die spettert dan terug, weet je wel. Dan krijg je het allemaal tegen je, tegen je penissen. Maar als nou alleen nog je eigen pis was, maar jouw pis mengt zich dan met de pis van een stuk of 1000 figuren die al voor je geweest zijn, weet je. Krijg me allemaal naar je snikkel toe. Hartstikke goor. Kijk, iedereen moet lekker doen wat hij zin in heeft, maar ik weet.
zwijgen dus dat ze dit hebben. Oké. Met wat voor apparatuur werken we eigenlijk? Hé, wat is dit? Ja, dat is een oudje hoor. Maar ja. maakt herrie voor tien, Gert. Als hij nou hapert... Ja. Ik ga het niet doen, man. Gewoon een klap geven. Ja. Wat is dat nou? Hé. Hey. Ken je dit nog? Het spul? Wat? Militaire dienst? Ja, ik heb niet in dienst gezeten, Bram. Nee, ik verbaas me niet. Ja. En nou, voorzichtig nou. Kom op, Bram. Dit is eigenlijk ontwikkeld voor een kortere afstand. Man tegen man gevecht, weet je. Ja. Ik wil geen bloed op de grond, Bram. Zeg ik dat? Hoor je mij over bloed op de grond? Niemand wil bloed op de grond, Gerrit. Ah, goeie val. Oh. Dan krijg ik een energy. Tjong, mag ik ook een keer winnen? Oh, de statistieken moet je wel een keer winnen, of niet? Moet ik ook. Is Herman eruit? Dan weet ik het. Sorry, Thea. Ja. Ik speel op mijn gevoel en ja, vanavond is mijn gevoel... Heren. Ja, Theo. Heb je er wel eens naar laten kijken? Het is toch niet normaal dat je zoveel moet pissen, toch? Ja, hallo. Hey, met Ronald. Hey, hoi. Hey, ik wil een beetje op. Dat het goed gaat. Ja, alles gaat goed, ja. Is het vlak in de buurt, dus. Ja, ik moest alleen nog even een extra stop maken, omdat. Alles gaat goed, we zijn klaar, ja. Alles is op schema? Nergens probleem. Ik kijk nog heel even naar Bram, een momentje. Ja, die is ook oké, dus. Kunnen we het nu nog afblazen? Nee, er is niks mis. Nee, precies. Dus... Oké. Okay. Okay, ja. We zien elkaar... Ja, morgen. Ja, morgen. Ja, oké. Okay, ja. Dag. Hey, hoi. Hoi, hoi. Komt er wat van Kasparov? Nou, dat gaat de 15.000 pakken vanavond, hoor. Let op. Er moet wel iets heel raars gebeuren, wil je die steek nou nog kwijt hebben, toch? Sorry, jongens. Ja, hey, ik zat even te denken, hè. Luister, misschien is het toch niet zo'n goed idee. Dus ik denk dat we de operatie niet door kunnen laten gaan. Wat wil je? Afblazen? Ja, nee, misschien is dat... laten we het gewoon afblazen. Ja, krijgen jullie allebei 500 euro. Bram krijgt ook 500 euro van de moeite. Ja. En dan is dat dat. Ja, maar. Operatie gaat niet door. Ja, wacht, we staan hier al voor de deur. Jullie zijn nu hier, maar dat maakt niet uit. Want we zetten het gewoon nu stop, oké? Okay? Ja, oké, okay, maar... Nee, dat kan niet hoor, er wordt niks afgeklaard. De machine is al in gang gezet. De machine is al in gang gezet. Zo werkt het niet. Het is geen schoolreisje. Ik heb dat geld ook nodig. Appeltjaartje.
Hé hey man, gaat het? Sorry, maag. Maag? Het een beetje wit. Niemand wil bloed op de grond. Geld. In die tas. Snel. Hallo, met Irma? Ja, ik zal hem even roepen. Peter, telefoon voor je. Telefoon! Ik heb toch van je genomen? Ja, Peter. Nee, geef niks, Suzanne. Wie is het? Nico. Oeh, ja, mag geen maar doen. Hallo? Ja, ik ben er. Hoe is het? Ja, goed, ja. Mooi, hierover. Doe ons best. We zitten met een zaak hier. Lang verhaal kort. Ene Ruud Aartsman en een Dries Kierkenstein zijn gisteren nacht omgekomen bij een overval op een pokertoernooi. Nou, zagen wij dat jij vorig jaar een onderzoek had lopen rond Ruud Aartsman? Dat is 2 jaar. Wat zeg je? Ruud Aartsman, 2 jaar geleden. Oké, voor het witwassen van geld of iets dergelijks. Ja, ja. Had een paar cafés, een paar schaakcafés in het centrum. Er ging een hoop zwart geld in om. Niks groots geworden. Er is nooit een zaak gekomen. Langskomen, nu. Ja, ik zou het zien, meneer, is even langskomen. Je weet nooit wat jou met je binnen kan schieten. Nee, dat is goed. Ik kom wel even. Heel mooi. Distelweg in Noord. Ze
hebben het adres bij jullie op bureau. Wordt gewaardeerd, Peter. Ja. Tot straks. Ja, daar. Vanavond 7 uur, Johan en Emmy. Je doet een voet aan, Jos. Hey, Ronald. Ik heb je niet meer gezien, hè? Ik bedoel, Ah, heel goed. Alles goed verder? Bedankt. Ziet er een beetje moe uit. Moe, ja. Druk, hè? Ballen? Ja, ballen. Ja. Wil je weten waarom? Ik me verkankerd voel, Mag dat ook? Niet iedereen is zo georganiseerd. Ik heb tenminste een leven. Niet dat er hier iets bij zit waarvan je nou denkt van ja, daar heb ik wat aan. Nee, die, Ruud Aarsman was niet echt een grote jongen. Nou, niet echt vijand. Ja. Ging kijken vanuit. Nee. Waarschijnlijk is het gewoon een roof. Geld. Nee, je moet alles open houden, alle scenario's de revue laten passeren. We zijn nou vooral veel tijd kwijt met het passeren van getuigen. De derde slachtoffer is waarschijnlijk een rondvliegende kogel. Ongelukje. Nee. Ja, pech. En zijn fiches te zien had hij al niet zo'n goede avond. Wie zullen we daar hebben? Mijn missie geslaagd hoor, chef. Wat? Wat? Missie is helemaal niet geslaagd. Het is alles behalve geslaagd. Waarom nemen jullie niet op als ik bel? Hou. Bestel eerst eens rustig wat te drinken. Nee, missie gefaald. Wat is er allemaal gebeurd? Wat hebben jullie gedaan? Onschuldige mensen zijn. Ja, het is niet goed. Het is niet goed. Mensen hadden niks. Dat is ook niet de bedoeling. Bloed op de grond, Gerrit. Wat nou? We hebben die centen toch, of niet? Dit is goed fout, oké? Nou dan, wat zitten we hier dan te janken allemaal? Dit was niet het plan, Gerrit. Wat heb ik nou gezegd over geweld? Onschuldige mensen. Familie, kinderen, nabestaan. Ja, dat zijn de risico's. Kijk, plannen worden bedacht, dan gebeuren de dingen. En dan worden de plannen weer aangepast. Een beetje jazz, zo gaat dat. Uiteindelijk zitten we wel met z'n drieën hetzelfde schuitje. Wat gebeurd is, is gebeurd. We kunnen niet terug in de tijd, jongens. We kunnen niet terug in de tijd? Maar denk je dat de politie er ook zo over denkt? Politie? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. De politie denkt gewoon het onderwereld aan de gang, die gaan huis niks. Het onderwereld aan de gang? Ja, die gaan huis niks doen. Een paar gasten schieten elkaar af in een illegaal pokertoernooi. Gewoon het onderwereld aan de gang, bij de cijfer. In Noord, nou dat interesseert ze al helemaal geen ruk. Die zetten er een of andere halve gaar op, die gaat een beetje rondkijken. En dan zijn ze al lang blij als ze er een verhaaltje van kunnen bakken. Ja? Ja, wil je mij de politie kennen? Je weet alles zo goed. Hallo. Ja, ik hoef niet. Ik zit hier gewoon. Dit is goed fout, toch? Bram, luister, laten we nou gewoon even de zaken constructief. Wat is jouw plan dan? Plan? Ik heb een plan. Ik heb na een plan bedacht. Gewoon geld verdelen zoals we hadden afgesproken. En dan gaan we allemaal onze eigen weg. En dan moeten we gewoon rustig blijven totdat dit allemaal overwaait.
Dus jij komt hier zomaar binnenwaaien? Zonder dat je zelf duidelijk alternatief kunt verschaffen voor. Want ik heb een plan. Wat doe je? Ik heb een plan. Aangezien Gerrit en ik hebben lopen zweten als een stelletje postpaarden. Wacht even, jongens. En jij daar overduidelijk alleen maar op je luie reet hebt gezeten. Gaan we de verdeling van het geld een klein beetje anders regelen? Ik krijg nu echt een hele rare smaak in mijn mond. Een plan is een plan. Gerrit, kom op. Bram, het lijkt me geen goed idee, Bram. En laten we gewoon. Gerrit en ik pakken elk 12,5. Jij krijgt 5. Nee, jongens. Dit gaat echt fout. Zo'n 5000 is niet genoeg. Ik heb ook geld in moeten leggen om mee te kunnen spelen. Ja, Gerrit is zijn auto kwijt. Wat? Hoezo? Ja, moest hem achterlaten. Ja, vinden ze huis niet hoor. Maak niet druk. Nee. Jongens. Nee, goed, jongens, ik vind ook, Bram, laten we gewoon bij het oude plan blijven, ja? Bram, ik ga je niet mee akkoord. Ja. We zitten samen in hetzelfde schuitje, moeten we er samen ook uitzien te komen. Laten we gewoon een kaart op tafel. Onze kaarten liggen al op tafel. Ja, maar Bram, luister nou, Ronald heeft dat geld hard nodig. Laten we nou niet moeilijker maken dan het al is. Ja. Alles eerlijk door drieën verdelen, de kleine man het werk laten doen. Zelf een beetje de mooie jongen uithangen. Jongens. Laten we gewoon blijven praten, hè, Bram? Praat nou toch. We zitten samen in een lastig pakket. We moeten er samen uit zien te komen. Bij 12,5 en 5. Ja? Jullie hebben ons in deze situatie gebracht, hè? Ik niet. Ik heb niks gedaan. Ik werk bij de politie. Ik kan hier nog een mooi verhaal van maken. Oh, dat moet je zeker doen. Nee, Ronald, luister. Ik vind niet dat je... Jij moet nou heel erg met mij gaan uitkijken. Dat kan ik ook, hè, wat jij doet. Een beetje jazz. Ronald? Ik ben klaar om te onderhandelen. Kom. Nee, rustig. Bram, cool it, Bram. Cool it. Rustig. Ja? Ga je nog onderhandelen? Nee, hè? Beetje de mooie jongen uithangen? Kale mafkees. Niet kale, ik wil gewoon praten. Ga je hier een beetje de mooie jongen uithangen? Bram. Hè? Beetje kale kop. Ga je de mooie jongen uithangen? Bram. Ik geef jou een deal. En jij hangt een beetje de mooie jongen uit. Ik hang niet de mooie jongen uit. Ze bellen de politie, kappen nou. Nou, er wordt niet meer gepraat. Jij krijgt helemaal niks meer. Kale mafkees. Ronald. Ja, dat is mij. Heb jij nou een telefoon? Linda, ik was even een beetje druk met werk. Hoe staat alles voor bij jou? Ja, goed. Prima. Gaat allemaal... maar ik ben even op bureau, dus is het goed als ik je straks terug... Nee, ik heb gewoon een hele korte vraag. Kunnen we je maandag weer terug naar huis? Wat? Ja. Ik ben... Maar is het goed als ik je straks even terug bel? Nee, Ronald. Heb je het nou opgelost of niet? Ik moet gewoon even duidelijk weten waar ik naartoe ben, ja? Ja. Maandag... Is het gewoon weer... Ja, zeker. Maak je niet zo zorgen, ja. Het gaat allemaal volgens... Ik heb het geld. Morgen betaal ik alles af en is alles opgelost, oké? Ik voel dat we weer terug gaan. Echt 100% zeker van jou weten dat we terug kunnen, hè. Het gaat hier om Simon. Ja, tuurlijk. Dat weet ik. Simon. Waarom denk je dat ik... Ik bel je dit weekend en als ik het niet vertrouw, dan ga ik naar de politie, Ronald. Dat heb je al 100 keer gezegd. Ja. Straks. Aha. Ja, straks 3 uur. Gewoon zoals elke donderdag. Ja. Nou, ik bel je zondag, Ronald, en dan hoop ik dat alles goed komt. Dag. Ja. Dag. Ronald, heb jij heel eventjes? Zo. De rustigste kamer van het pand voor de heren. Het is hier de gang uit. Trappetje af. En dan de tweede links. Nummer 6.
Alsjeblieft. Heel veel plezier. Even overleggen, Bram. Hey, ik vind het niet oké. Bram, dingen lopen helemaal uit de hand op deze manier. Hey? Ik vind, we moeten het geld gewoon eerlijk delen. Gewoon zoals we hadden afgesproken, weet je wel. En dan klaar dijs houden en zo. Hey? Bram? Hè? Ja, ik hoor je, Gerrit. Jij bent het er niet mee eens. Wat gaan we dan doen, Gerrit? Vergaderen? Nee, wacht even. Blijf wel lekker bij het plan. Ik vind, we moeten gewoon het geld eerlijk verdelen en dan klaar. Ja? Kanker. Nee, niet. Geen kanker, Bram. Kom op nou. Rotte. Kanker. Nou, dat lijkt wel op een aansteker die ik... heb gehad van iemand. Oké, dan hebben we een beetje een probleem. Die aansteker lag in Noord. Bij een illegaal pokertoernooi waar gisternacht een overval is gepleegd. 3 mensen doodgeschoten. Wat? Kan jij mij vertellen waarom jouw aansteker daar ligt? Nou, ik weet niet. Is het wel mijn aansteker? Misschien dat iemand hem heeft meegenomen of zo? Dit soort aanstekers, daar zijn er zoveel meer van. Ja, gewoon nog alsjeblieft. Ik probeer alleen te helpen, ja? Oké. Ja, ik kom maar wel eens in Noord om te spelen, om te pokeren. Dat is niet goed, inderdaad. Maar voor alle goede orde, pokeren is geen gok, hè? Pokeren is een spel van skills en woensdagavond werd er opeens gewoon geschoten. Ik kon ook niet precies zien wat er allemaal gebeurde. Ik was bang dat... Jij dacht, ik ga hier maar weg voordat ik in allerlei problemen verzeild raak. Ja. Maar je weet dat je juist nu in allerlei problemen verzeild bent geraakt. Klopt. Zeker. Ronald. Wat ben je nou allemaal aan het doen, hè? Nou, je weet dat je met mij kan praten, hè? Ik ken de donkere kant van het leven, hoor. Ik heb ook heel wat meegemaakt. Ik was niet altijd zo wijs als nu. Oh nee, ik was een wilde, hè? Ik vind mezelf soms niet zo leuk. Oké, ja, ik denk dat we dat gevoel allemaal wel eens hebben. We willen liever nu niet over praten. Goed, nee, snap ik. Nu is misschien niet... Je moet zo in ieder geval maar eens een verklaring afleggen. Dan is dat allemaal weer volgens het boekje. Alleen ik moet je ook... ik bedoel, dit is natuurlijk niet de bedoeling allemaal, hè? Nee. Ik ben bang dat ik je ook non-actief moet stellen afhankelijk van het onderzoek. Non-actief? Ja. Maar tijdelijk, hè? En we moeten maar eens praten, hè? Vertrouwelijk, uiteraard. Hè? Ik kan goed luisteren. Ja. Eerst even... Ja, Peter hier. Ik moet even een spreekkamertje hebben beneden. Beneden? Een paar minuten. Ja, wat? Robert heeft hem. Ja, hoezo? Ja, 10 minuten, oké. Okay. Ik moet even heel nodig naar de wc. Weet je, een leuke dag gehad vandaag? Ja, gewoon. Goed zo. Ja, sorry hoor dat Roland niet kon blijven spelen, maar papa heeft gewoon een hele drukke dag. Hoi oma. Hé, ik had een kleine vraag, want ik ben nogal druk vandaag. Bram?
Het lijkt niet echt heel veel, hè? Ja, het is 30.000, wat dacht jij dan? Geen 5 ton. Wie is dat? Ja, wacht. Ronald. Niet opnemen. Nee, we zijn er nog met z'n tweeën, Gert. Als dit verdeeld is, dan mag je met Ronald bellen tot je de dood neervalt. Maar nou... Hey, niet wegdrukken. Druk je hem nou weg? Ja, je zegt dat ik niet op mag nemen. Kan hem toch ook stildrukken, mogol? Ja. Nou hoort hij toch dat je hem wegdrukt. Ja, nou en dus? Nou, niet zo beginnen, hè? Hey, Gerry. Hey, je weet wie je voor je hebt. Dat doet dus helemaal niks. Ja, als jij hem wegdrukt, weet hij dat het is. Wegdrukken is een reactie van jou. Als je niks doet, heb je niks. Maar nou gaat hij terugbellen omdat hij weet dat het is. Omdat jij een reactie hebt gegeven met je wegdrukken. Hé, hey, Ger, je moet niet denken dat ik dom ben, oké? Niet de mooie jongen uit gaan hangen. Hé! Hey! Niet de mooie jongen uit gaan hangen. Ja, laat er liggen. Laat liggen. Laat liggen! Gewoon lekker laten bellen. Ja, je hangt een mooie jongen uit. We zitten nou allebei in hetzelfde schuitje. Ger, ja? Ik ga akkoord. Ik ga akkoord met jullie plan. Geen scheef gezichten. We begraven de straatbel. Maar als wij met z'n tweeën gewoon zo snel mogelijk even kunnen zitten. Hè? Jij en ik, echt zo snel mogelijk. Stel dat ik dan de rest van het geld van jou kan lenen. Ja? 5.000. Dan heb ik dat in een week, twee weken. In twee weken heb ik het voor je terug. Met rente. En dan kan ik, tenminste mijn... Ik heb dat geld echt nodig, Gerrit. Het zijn allemaal dingen tegelijk. Dus bel me als je kan zo snel mogelijk terug. Alsjeblieft. Ik herhaal, bel me zo snel mogelijk terug. Ja? Gerrit, haast is geboden. Oké. Okay. Dag. Busjes, hè? Veel gestolen. Ja, ik zet hem altijd hier. Gratis parkeren. Even kijken, een zwarte Volkswagenbus met op de zijkant. Roons fruitautomaat. Dan bent u dus rond. Ja. Kijk. Als iemand dik is, kan me echt niks schelen. Maar als diegene dan ook nog eens een keer heel vervelend is, hè, irritant, dan wordt dat dik zijn plotseling ook heel irritant. Hè, ga je aan ergen, ga je denken, ja, je bent ook nog eens heel dik, eikel. Ga eens wat meer bewegen, man. Hè? Eet niet zoveel. Ken je dat? Ja. Omdat iemand irritant is, wordt dat dik zijn dan ineens ook heel irritant. Ja, dat heb ik dan wel soms. Ja. Maar spreek je nooit uit natuurlijk. Heb jij kinderen? Ja, de twee. Ja. Ik weet wel, mensen doen domme dingen, maken fouten, ja. En dan? Wat? Je komt klem te zitten, dan is het voorbij? Ja. Nee, we doen toch allemaal wel eens wat fout. Oh ja? Nou, ik niet. Jij hebt nog nooit wat fout gedaan? Nee. Ja, we kleine dingetjes ontvangen enzovoort, maar echt iets fout, nee. Ik heb ooit eens gerotzooid met een vrouw toen ik al getrouwd was. Ja, een beetje aan de borsten gezeten. Ze had van die... Ja. Maar goed, maar misschien was dat wel fout, ja. Maar de echte vraag is, heb ik wel eens iets goeds gedaan? Aha. Aha, Richard. Dat is de vraag. Dat is de echte vraag. Je hebt toch wel eens een keer voor je vrouw en... Nee, niet dat soort dingen, nee. Echt iets goeds. Aha, Richard. Hallo? Hi, Peter. Ben Nico. Sorry. Nico, nee. Nieuws over die overvallen op het pokertoernooi. Ik dacht dat jij zei dat je dood gehouden kon worden en zo. Ja, dat klopt, ja. Nou, we hebben een auto gevonden hier in Noord. Waarvan vroeger hebben we dat niet met altijd kunnen maken. Ja, vrij zeker eigenlijk. Ze zijn waarschijnlijk van auto gewisseld en hebben geprobeerd hun
oude auto in brand steken. Zo. Niet helemaal gelukt. Aha. Ik ga even naar de wc. Ik zal het in mijn boekje zetten. What a quick guess. Niks, jongen. Drie kwartier verder. Oh, jezus. Hey, zouden jullie een gesprek ergens anders kunnen voeren? Alsjeblieft. Wat dan? Ik probeer hier gewoon even op de wc te zitten, ja? Ik heb veel aan mijn hoofd. Ik probeer even te ontspannen. Hey, ik ga even schijten. Okay. Ja, maar die deur gaat even dicht. Dus geen geintjes. Bam, tuurlijk, geen geintjes, tuurlijk. Hé. Hey. Ja. Ja, hallo. Wat is ook weer jullie precies adres? Ja. Is prima. Oké, okay, hoi. Zo, jullie hebben het maar druk, hè, daar beneden.
Ja, nou. Alles? Ja, alles. Tel maar na. Ja. Op tijd. Goed. 其实啊，我从来没有想到在他们两个人身上打过什么主意。Dat was het. We zijn klaar. Zoals ik al zei, mysterie op de avond. Ja. Ja, wat een narigheid allemaal. Ja, het was in ieder geval geen georganiseerde misdaad, kan je wel vertellen. Man.
De voetafdrukken in Hotel Montfort komen overeen met die bij de gevonden auto. En de vingerafdrukken op de hash uit die auto komen weer overeen met de vingers van het andere slachtoffer op wiens naam de half uitgebrande auto blijkt te staan. En in een tas in de badkamer van het hotel zit iets meer dan 18.000 euro met bloed van een van de slachtoffers van het pokertoernooi. Dus je hoeft de stippenlijntjes maar te volgen en dan ontrafel je het mysterie vanzelf. Hoop mensen dood, hè, voor 20.000 euro. 18.000. Ja. Zoals ik het zie. Twee dachten waarschijnlijk snel wat geld te pakken. We kregen ruzie om het geld in het hotel. Eén heeft de ander omgelegd en is daarna gevallen met zijn pistool en niet weg proberen te komen. Niet al te slim. Zonde. Mysterie ontrafeld. Geen ik bijna. Is waarschijnlijk niks. Maar toch. De twee daders zijn samen met het busje eerder in een hotel langs de A9 gesignaleerd. Ze zijn in de lobby gezien met een derde persoon. Een van hen heeft een vuurwapen getrokken en onze beide daders zijn weggevlucht. De derde persoon is even later ook vertrokken. En van deze derde persoon is niet duidelijk wie het is of wat zijn relatie is tot onze zaak. Kaal is de enige overeenkomst in de getuigenverklaring. Wordt onderzocht allemaal. Ik verwacht eerlijk gezegd niet veel van. Mijn gevoel zegt... aparte zaak. Het is een beetje fout gegaan. Ik heb een beetje verkeerde dingen gedaan. Ik had wat geldproblemen. En... Officieel zou ik alles intern aan moeten geven, et cetera. Jij zou sowieso een verklaring af moeten leggen, omdat je aanwezig was bij die schietpartij in Noord, al die dingen. Maar goed, aangezien die rotzooi bij de pokertoernooi zo goed als rond is. We hebben de daders. Maar is opgelost. Ja, nog een paar kleine losse eentjes waar ze naar op zoek zijn, maar ja, dat kan wel een jaarplan worden. Je weet hoe dat gaat. Opgelost. Dacht je dat ik niet in de gaten had dat je in de moeilijkheden zat? He? Drank, gokken, je vrouw, wiet, was het wiet? Misschien dat we het eens een keer onder het genot van een borrel nog eens over kunnen hebben, wie weet. Maar het blijft geen excuus om je verantwoordelijkheden hier op je werk zo te grabbel te gooien. Dat rapport over die snackbarkooi, dat heb ik nou aan Evert moeten overlaten. Tijdelijk. Maar dat kan toch helemaal niet? Paul die in mijn nek zit te hijgen, ik beloof dat alles goed komt en ondertussen ben jij spoorloos. Ik begrijp dat je problemen hebt, maar op deze manier kan ik die toko hier niet runnen, hoor. Wat ik nu wel van jou wil weten, is of het klaar is. Ja, het is allemaal opgelost. Het gaat niet meer gebeuren. Het is... Echt? Je kan het achter je laten. Punt erachter. Kan je me beloven? Ja. Goed, wil je me dan een plezier doen en zorgen dat je maandag een volledig rapport hebt, ja? Oh ja. Ja, doe ik. Luister. Een man loopt over straat en valt plotseling in een gat. Hij kan er niet meer uitkomen. Dan komt er een dokter voorbij. Hij roept omhoog, dokter, help me, ik zit vast. De dokter schrijft een receptje, gooit het naar beneden.
Even later komt er een priester voorbij. En hij roept hem ook, kan je me helpen alsjeblieft, ik zit hier vast. De priester schrijft een gebedje op een papiertje, gooit het naar beneden. Weer even later komt er een vriend voorbij. Hij roept naar zijn vriend, hé, help me even. Vriend springt meteen in het gat. Hij zegt, wat doe je nou? Nou zitten we samen in het... Of nee, wacht even. Het was die vriend, geloof ik. Die... Nou, in ieder geval, je hebt vrienden nodig, Ronald. Ja. Oh ja, jij ook nog bedankt, hè, voor jullie cadeau. Oh ja. Is abstract, begreep ik. Blind in mijn ogen. Ik bel jou toch? Ja, maar als er ooit weer zoiets gebeurt, Ronald, echt, ik zweer. Nee, maar er gaat niks meer gebeuren. Geloof me, het is klaar. Mag ik Simon even? Ja, Simon is bij vrienden. Oh, hij is niet thuis. Nee. Bij wie? Bij die Roland. Roland? Nee, dat is bij Tim. Maar jij houdt Simon donderdag uit school? Ja, donderdag. Ja, doe Simon de groeten van me. Ja. En zeg hem dat papa iets heeft voor hem. Ah. Cadeautje van papa. Ja. Okay. Linda, wacht. Ja, laat maar. Okay. Dag, Ronald. Dag. Je sliep niet te hard. Heb je voor mij nog koffie? Ja, dat is zeker. Nog eentje. Hoi. Wil je bijspelen? Come prima, più di prima, t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringeri ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sai per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò. Come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima t'amerò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringeri ancora. Come prima, più di prima, amerò, per la mia vita ti darò. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima.